Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb weer eens een ouderwetse top 5 voor je. Dat is al best wel even geleden. Ik denk zelfs voordat ik ziek werd dat geweest is. En ik heb vandaag een top 5 met favoriete goedkopere alternatieven voor de Rituals douchefoams. Goed zeggen. Die douchefoams van Rituals zijn, of douchegels eigenlijk, die foam worden, zijn natuurlijk ontzettend populair. Maar ze zijn ook best prijzig. Ze zijn 8,50 per stuk. En ik kan me best voorstellen dat je dat te veel geld vindt. Zeker ook omdat Rituals de laatste tijd gewoon bijna geen aanbiedingen meer heeft. Dat het gewoon allemaal steeds even duur blijft en dat je het niet meer goedkoop kan scoren. Soms nog wel eens bij de doordwaze dagen, maar dat is ook gewoon al best wel even niet meer. Ik heb 5 favoriete douchefoams uitgezocht die ik een bijna 1-op-1 vervanger vind. Die ik even lekker vind dan de Rituals. Laten we eerlijk zijn, de geuren van de Rituals kan geen enkel merk aan tippen. Nee, die zijn zo lekker. Ik denk dat geen enkel ander merk even lekkere geur heeft als de Rituals. Maar goed, we gaan gauw beginnen. Ik ben even met een favoriet die ik nu niet in mijn stash heb liggen en die heb ik al heel vaak opgemaakt. Dat is de Nivea Douche Mousse. Je hebt ze nou in de gewone blauwe geur. Die vind ik het allerlekkerste. Een lichtblauwere geur en een bijna witte, heel lichtblauwe geur. Die vind ik het minst lekker, maar ik vind de donkerblauwe het allerlekkerste. Ze hebben nou ook met frambozen en met karamel en dergelijke, maar die heb ik nog niet geprobeerd. Ik zal hier even ergens een foto van neerzetten van de douche die ik bedoel. Die heb ik ook al diverse keren opgemaakt. Ik koop ze vaak in Duitsland omdat ze daar goedkoper zijn. Maar Nivea heeft ook vaak aanbiedingen. Kijk even voor de beschrijving onderin hoe wat het precies kost. Heel vaak 1 plus 1 gratis heeft Nivea. Dus ik denk dat het daarom ook wel te betalen is, zeg maar. Het tweede is een Therme douche foaming shower gel. Dat is ook echt hetzelfde structuur als de Rituals. Je drukt op het pompje en er komt een gel uit. En als je gaat wrijven wordt dat lekker een schuim. Deze zit nu in mijn opgemaakt bakje. Want hij is op. Anders zou hij daar niet in zitten. Hele lekkere geur ook. Echt naar, hij heet Dutch Glory. En ik snap wel wat ze bedoelen. Een beetje melky, een beetje tulpy. Heel erg lekker in ieder geval. En hij is niet meer te koop, dat is jammer. Maar Therme heeft wel meer van dit soort shower foams. Of foaming shower gels dan. En ook een lekkere roze. En die witte is heel erg lekker. En die hamam vind ik heel erg lekker. Dus Therme heeft ook vaak aanbiedingen 1 plus 1 gratis. Dus ik denk dat dit ook wel echt wel een goede aanrader is voor, ik geloof voor 7 euro nog iets. Ik zal het even precies hier linken. Maar 1 plus 1 gratis is hier dus rond de 3 euro. Dus dit is een aanrader. Dan eentje die ik nog niet zo lang geleden ontdekt heb, maar die ik wel echt wel heel erg fijn vind. Het heet Ochtendboost en ik snap ook wel waarom, want het is een hele frisse geur. Hij heet Appelbloesem en Cranberry. Ik ruik er inderdaad iets van appelbloesem en cranberry in. En gewoon een hele lekkere frisse geur, vooral voor in de ochtend. Het komt er als schuim uit, dus niet als gel die dan schuim wordt. Maar ik vind deze ook echt heel erg aan te rijden. En André Lon is ook heel vaak 1 plus 1 gratis. En dan is hij ook gewoon goedkoper. Kun je er 2 kopen. Die mandarijn en die mango geur wil ik ook nog een keertje proberen. Maar het is zeg maar een soort van niet nodig. Omdat ik nog zoveel douchefoams heb. Dus. Maar deze is wel echt heel erg aan te rijden. Niet precies hetzelfde. Maar het komt heel erg in de buurt. En dat is gewoon leuk. Toppertje. Dit is een beetje een apart verhaal. Want ik vind het geurtje niet zo heel erg lekker. Als je zo ruikt. Ruikt hij heel erg lekker zoet. Maar als je hem op je handen hebt of op je huid hebt, is hij ineens heel chemisch. En dan ruikt hij niet zoals je hem aan de dop ruikt, zeg maar. Maar de substantie is hiervan heel erg fijn. Daarom is dit toch een favoriet. Je hebt hem ook in kokosnoot. Ik hou niet van kokosnoten. Niet in mijn eten lus ik dan nog wel kokos. Maar vooral de geur vind ik gewoon heel vies. En deze lijkt heel erg lekker, maar gewoon heel vies, zoet, chemisch als je hem op je huid doet. Dus ik ga hem gewoon lekker opmaken en niet meer opnieuw kopen. Maar de substantie, dat is de reden dat hij toch in deze video zit. Het hele dunne substantie en toch heel vol schuim. Weet je, het komt wel vrij dun uit en als je het dan op je handen laat zitten, dan wordt het groter. Dus ook niet dezelfde structuur als die van de Rituals, want die van de Rituals is dus shell dat schuim wordt. Maar dit is heel dun schuim wat dikker wordt na verloop van tijd. Maar om de substantie is het toch een aanrader. Mocht je wel van kokos houden, dan zou ik die even gaan uitpeilen. Of als je van hele zoete geuren houdt, dan is dit misschien ook wel iets voor jou. Ik vind hem dus niet zo lekker, maar dat is mijn persoonlijke mening.
Dan hebben we de laatste al bijna weer. Deze is van mijn mamaatje. Deze die staat bij ons nu in de douche en die is bijna op. Dit is die van Knijp. Zij vindt hem niet heel fijn, maar dat komt vooral omdat het schuim is en geen gel die schuim wordt. Maar ik vind deze ontzettend lekker. Ontzettend lekkere geur. Heel erg vijgen. Vijgenmelk heet die. En argenolie. Nou, die argenolie ruik ik er niet in. Maar argenolie ruikt ook niet lekker. Dus dat is maar goed ook. Maar ik vind deze wel echt heel erg lekker ruiken. Heel erg ja, naar vijgen. En toch zit er ook iets melky bij. Iets wat hem cremiger. Oeps. Iets wat hem cremiger maakt of zo. En ja, de substantie is dus wel wat anders. Maar ja, helaas. Ik bedoel, ja. Dat, je kan niet alles hebben. En Knijp is ook heel vaak 1 plus 1 gratis. Ik denk dat de meeste dingen die ik allemaal hier heb laten zien vaak goedkoper zijn. Omdat ze vaak 1 plus 1 gratis zijn. Bijvoorbeeld die van Therm is vaak 1 plus 1. Knijp is vaak 1 plus 1. André Lon is vaak 1 plus 1. En Nivea is nog vaker 1 plus 1. En Triac & Moon heb ik ook al heel vaak aanbiedingen en zo van gezien bij de Ethos. En is nou ook bijvoorbeeld bij de Kruidvat te koop. En ja, ik denk dat het daarom vooral goedkoper is. Ze zijn allemaal goedkoper dan €8,50 en nog vaak in de aanbieding. Dus dat is gewoon lekker meegenomen eigenlijk. Dit was mijn top 5 goedkopere alternatieven voor rituals, wat toch duur is. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop ook dat je er iets aan hebt gehad. Ik wil nog heel wat andere proberen. Ik vond bijvoorbeeld die van de Ethos ook heel erg fijn. Dat heb ik ook een keer opgemaakt. Maar ik vond deze fijner qua substantie en qua geur dan, in principe. Dus vandaar dat die er niet in zit. Dolf heeft nieuwe douchemousses die ik graag wil proberen. Ja, je hebt nog meer merken die ook allerlei fijne douchemousses hebben. Eerst had Actions ook, maar nou niet meer. Maar die wil ik ook nog graag proberen, want ik ben echt een douchemousse liefhebber. In ieder geval was dit mijn video. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren. 1 druk op de rode knop en je maakt mij heel erg blij. Halleluja. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!